korps van de verbindingsdienst in 1973 ophield te bestaan, werd bij de viering van 125 jaar verbindingsdienst in 1999 besloten tot de heroprichting van de vroegere drumband, die later met melodische instrumenten werd uitgebreid. Samen onder leiding van de majoor buiten dienst Wil Vastenhaar. De verbindingsdienst. De mannen die zorgen voor de telecommunicatie bij de strijdkrachten. En zij worden gevolgd door Indië-veteranen van de Verbindingsdienst, de Unie van Nederlandse Veteranen, oud-vrijwilligersverband Korps Nationale Reserve en de Vereniging van Oud-Commando's in de diverse groeperingen die u nu voorbij ziet rennen. Terwijl we hier ook al voorbij zien komen het contact oud-mariniers met twee pelotons,